Yo, kijkers van Online Games en van hartelijk welkom weer terug bij een gloednieuwe aflevering van FIFA 20 Ultimate Team. Goed jongens, wat gaan we vandaag doen? We gaan natuurlijk verder waar we afgelopen maandag waren gebleven. Ja, natuurlijk afgelopen woensdag geen FIFA 20 Ultimate Team, vanwege natuurlijk het Nederlands elftal. Morgen om 2 uur ook weer een Nederlands elftal wedstrijd. Maar vandaag gaan we weer een wedstrijd spelen in FIFA 20 Ultimate Team. Ik bestond eerst twee om geen wedstrijd te spelen, maar ik doe het toch maar. Omdat, ja, een beetje de vaart erin krijgen. En volgende week hebben we wel weer, volgens mij, op de woensdag wel weer 25 uit niet. Volgens mij dan wel. Maar, dat komt helemaal goed. Ja, volgens mij wel. Maar dat weet ik niet zeker helemaal. Omdat ook weer de Champions League van AZ is en zo. Dat allemaal voor zit. Europa League van Willem II komt niet hier, gaat niet door. Vanwege dat de tegenstand van Willem II namelijk niet in FIFA zit. Heb ik al even nagekeken. Dus we gaan in ieder geval lekker een wedstrijd spelen. Ik hoop dat jullie er heel veel zin hebben. Ik in ieder geval wel. Oh, super, perfect, goed, prima, goed. Ja, ja, goed, perfect, goed, goed, goed. Prima, ja, goed, prima, goed, ja. Ja. We gaan gewoon weer hier. We gaan wel de spelers even opwaarderen. Want dat is denk ik wel weer nodig. Oké, hij is geblesseerd. Min 7, oei, oei, oei. Ja, het team moet er toch echt uit. Naar mijn team kan ik. Pirlo heeft rood. Wat? Plus 8, kijk. Min 7, hè? Dan hebben we nog steeds de teamgeest van... En wat nou als ik... Oké. Volgens mij moet ik... Wat doen we zo even niet goed? Dan moet ik volgens mij naar selectie gaan. Gebruik items. Conditie, wat heeft hij als conditie? 90. Wat heeft de rest als conditie? Ja, zie je? 77. 87. Ja, alsjeblieft. Heb je ook een contract van 35 wedstrijden?
Hebben ze nou allemaal? 77. Is echt niet goed. 99. 86. Dan doen we die ook maar even. En dan doe ik voor zekerheid Onana ook maar. 99. Dan heeft niet iedereen 92, dat kan op zich wel. 96. Ja, 96, oké. Okay. Dan vind ik het zo perfect. We kunnen in ieder geval weer verder gaan spelen. Ik heb 19.000, dat is mooi. Daar kan ik tenminste wel een goede speler van kopen binnenkort. Zo gaan we de spelen. Ja. Ik zal een tegenstander zoeken. Zo, hup, hup. Oh, heel snel iemand gevonden. Wie? Ja. Hij heeft wel een aantal goede spelers. Doe maar 79. Dat kunnen we redden, maar... Hij heeft geen Nederlandse speler. Maar je weet het maar nooit, hè. Ik heb weer zin om eens op een ouderwetje potje vrijdag te gaan winnen. Vrijdagavond... Ik heb wel zin om te winnen. Alles loopt goed. En dan ook nog thuis. Maar je weet natuurlijk maar nooit, hè, hoe het allemaal kan aflopen. Denzel Dumfries. Oh, wat een lax weer. Lucas. Zet de druk en komt weer aan de bal. Nou, morgen hebben die zoveel lek niet. Zet verder door. Dat is echt gewoon puur raar. We kunnen Onana. Wat gaat hij nou weer doen? Allergie is op zich. Prima allemaal. Waarom heeft hij... ...gehouden door de keeper. Dan zou je wel iets gedaan hebben. Korte bal op het diep. Ja, dat moet je bij mij niet doen. Want daar ben ik gewoon heel makkelijk in. Neves maakt een mooie onderschepping bij die paas. Dembele nog altijd. Blind. Ik weet niet, dat is... Oh, die lekken zijn zo irritant, hè? Why? Lingard. Jammer, joh. En dan is het gevaarlijk als je het strafschopgebied in gaat. En Lingard! Oh, die keeper! Eerste kans van de wedstrijd! En dan krijgen we heel veel lek niet meer tegen. Lucas. Ja! Ja, dat is rood hoor. Ja, zeker is het rood. Bal was al lang weg. Ja, hoe stom kun je zijn? Maar ik ben ook zo iemand die dat wel eens flikt. En wie bal bezit na die sterke actie. Dit is keurig aan, het is 1-0. Het is 1-0.
We staan met een mannetje meer. We staan met 1-0 voor. Volgens mij weet hij zelf niet wat, jammer. Voor de tweede keer. Ik denk dat je het achterin dicht gaat zetten. Hij gaat wisselen. Hij heeft tenminste wel iets gedaan. Ja. Twee wissels. Kijk, een huurling, daar houden we van. 1-0. Ruimte op de vleugel. Gomez is er vanaf gegaan bij hem. Ja, ik pak hem dan aan. Daar zit hij, ja. Ja. Er gebeurt niets. Niemand doet wat. En we kunnen weer opnieuw beginnen. Dat haat ik zo. Oh. Dat haat ik zo erg om weer opnieuw te beginnen. Oh, we stonden lekker. Hier, er gebeurt niks. Niemand pakt hem aan. Ja, dan moeten we. Dan moeten we maar eentje ingrijpen, hè? Als niemand wat doet. Wat? Buitenspel. Oh, ik haat die lek zo erg, hè. Ik hoop dat bij FIFA 21 dat niet zo is. Zou dat bij FIFA 19 ook zoveel zijn? Daar heb jij nooit last van gehad. Terug. Ja. Zeker als het lukt. Roberto Gagliardini. Ja, maar ja. Ja, hij komt sowieso niet. Ze komt er weer aan de bal. Wat een drip. Niemand doet maar. Hoe wordt dat zo snel weer gepasseerd, hè? Dat ik er gewoon helemaal knettergek van word. Een sluwe steekpaas. Lautaro Martinez. Ja, gaan we zelf! Oh! Ja, dat was een snelle uitbraak en het leek ook een goal te worden. Moet bij hem zijn. Oh, hou op man, het is echt niet meer leuk. Wat een lek hier! Waar is die? Pak de bal goed af. Ik weet. Ja, wat? Ja, het is op zich wel een goede baan, leef hier man. Wat een lek hier allemaal. Wordt allemaal verstoord. Ja, gevaarlijke stipbal. Het is een lekker bal. Hij moet hem ineens nemen! Doel! Zo praat hij. De commentator. Oh, dat is een. Ja, afwachten. Dat hij hem nog durft te passen. Ja, goed van die scheidsrechter. Hij laat doorspelen na die overtreding.
Hij past de voordeelregel hier prima toe. Lekkere steekpaal. Ja. De bal niet meer aan de voeten. Michael. Nog 2 minuten blessure. Oh, wat een geklungel hier, echt waar! Echt! Ja, nu heb ik jou waar. Pas hier nog daarheen! Ja, eindelijk even de stream stoppen. En dan weer opnieuw streamen, want wacht, dat gaat nog allemaal niet goed. Hop. Ik heb helemaal weggedaan. Ik heb hem even helemaal weg. Even opnieuw streamen. Wij doen nog niet helemaal goed. Ik moet hem toch allemaal zo laten. Dat is allemaal. Ja. 78. Ik ga bij de handen erin zetten. Voor die 78 daar. Hey. Heb ik nou. We gaan weer verder. Ik denk dat ik tweede helft onderweg. Te laat was. Nou ja. Daar is hebben hem dadelijk maar. Alejandro Gomez. Als die klok op 60 staat. Nou heb ik daar niet echt problemen mee. En dan kunnen wij. Is een goede voor ons. Wat is dat? Leandro Trossard. Hij gaat verder. Neerleggen. Pak de bal af in een knappe actie. Daag. Mogelijkheid voor een snelle uitbraak. Ja, die linker die. Oeh, ja, dat is weer een overtreding. Chiellini. Overtreding dus. Ik word gek van die gas. Gelijk terugpassen. Nee, ik wil hem. Van de Vrij. Niet meer in balbezit na die ingreep. Er ligt ruimte voor de kant. Kunnen ze die kant eraf maken? En nu heeft. Jongens. Er moet gedekt worden, er wordt helemaal niet gedekt. Dan moet Onana maar redden. Bal is al genomen. Hij is snel. Ah, Dumfries toch echt. Weggewerkt. Ja, dan moet er iemand mee, ja, maar dat doet dus niemand. Want dat Link had naar zichzelf moet. Dus het Dumfries die. Dembele. Die gaat allemaal net allemaal te laat, hè? Pauze ingezet. Higuain, die is zo tragisch, hè? Terwijl dat een huurling is, dat hij toch niet goed speelt, vind ik. Dembele.
kan daar nooit bij. Ja. Kom op, naar voren. Ousmane Dembele. Dembele. Links, links, links. Ja, dit kan ook. Hey. 10 minuten. Kom op, ik wil een wissel inzetten. Maar als het telkens zo doorgaat, ja, dan... Dat is soms zo irritant, hè. Dan wil je een wissel inzetten en dan denk je, oh ja, het gaat wel lukken. En we verliezen gewoon dadelijk. En dan krijg je gelijk de 3 inzetten. Ik ga alles tegelijk erin wisselen. We gaan in ieder geval. Higuain, jij gaat er vanaf, echt. Dan gaat die daar. En dan gaat de La Cruz er ook maar in. Want ik vind Higuain echt slecht spelen. Dan moet ik hem gewoon uit de selectie flikkeren. Ja, ik heb toen meteen alles in één keer gewisseld. Niemand komt. De La Cruz, dat is onkeurig. En niemand komt, hè. Terug, 1-2. Nu moet hij erin. Ah, de keeper. Laatste 10 minuten gaat altijd mis. Lautaro Martinez. Ze geven de bal weg. En ze hebben de bal weer terug. Terwijl we naar het einde van de wedstrijd gaan. Ja, niemand komt. Ja, wat is dit nou weer voor een bal? Zo'n bal wil ik in. Ja, 2-2. Goed gedaan, goed gelopen. Ja, want daarmee brachten ze de tegenstander dicht bij het eigen doel in de problemen en dan zie je wel een opleving. Martinez. Zo wordt het opnieuw gelijk. Ze houden elkaar in evenwicht. Dat is eigenlijk gewoon op de bal. Nee, hij geeft voordeel. Goede beslissing. Soms snap ik die scheidsrechter van FIFA ook niet, hè? Slordig. Lucas. Deze aanval begint er steeds. Ja? En nu afmaken en dan is het 3-2! Hoppa! 2-1 achter! Binnen een paar minuten staan wij weer voor! Koekoek zeg je dan, daar is het treffer! Oh, de voorsprong, hè? Ja, dit mogen ze niet meer uit handen geven. Wat een moment om te scoren! 3-2! Ja, hij krijgt voor deze wedstrijd geen voldoende. En dat zal ik zelf ook wel weten, denk ik. Neerleggen. Neerleggen! Dumfries, goed gedaan. En nu komen we op het gevaarlijkste moment, wat altijd gebeurt. Wint, goed gedaan. Rustig blijven, kalm blijven. Om dan het af te maken, het is beslist! Het is beslist! 4-2, om samen dan delen. Er ontstaat ruimte en dan gaat die bal erin. Ze hebben natuurlijk ook meer spelers op het veld lopen. En zoiets blijft meestal niet zonder consequenties. Ja. Gewoon de wedstrijd hervatten, maar kom maar. Gaat hij nog allemaal doen? Ook al zeg ik beslist, weet je maar nooit, hè? Nee, voor heel lang werk.
het doen? Kom aan. 90ste minuut is aan het lopen. 2 doelpunten staan wij voor. Nou, genoeg te genieten vandaag. Dembele. We gaan 2 minuten blessuretijd spelen en dan wordt er afgefloten. Nicolas de la Cruz. Nog steeds aan de bal weer. De La Cruz zelf. En komt er nog een goal? Nee. Dan is het afgelopen en winnen we weer. 4-2. Dat had ik niet verwacht. Ik dacht, we gaan vandaag een slechte wedstrijd spelen. Maar we winnen toch nog in de laatste 10 minuten. Hebben wij weer de buit gepakt. Dan dacht ik even, we gaan weer verliezen. Maar we verliezen niet. We gaan door. Alleen die legs zijn zo irritant in de eerste helft. Maar ja, we hebben gewonnen met 4-2. Martinez 2 doelpunten. Die zorgt ervoor dat wij een oefening. Maar wat hebben we toch ontzettend moeilijk gehad vandaag. Maar hebben we wel alles eruit gehaald. En ja, in de laatste 10 minuten gaan wij altijd de fout in. Nu is het Ansem. Gaan wij dus volop. We gaan in één keer 2-1, bam, 2-2, 3-2 en dan ja, in één keer hop, bam, de 4-2, de slotfase. Nou, dat is best wel wat geld. Hoogtepunten, wat is onze hoogtepunt? Kijk, kun je die goals nog allemaal zien. In de 90ste minuut beslissen we. Goed, Zegt de baas, hij leeft hem in. Goed gezien, jongen. En hij is er door. Goed, jongens, ik ga het in ieder geval hier even bij laten. Dit wil ik nog even hier laten zien. Dat zien jullie op Instagram, dus dat komt helemaal goed. Wij zien elkaar gewoon weer lekker maandag weer terug. Ik hoop dat jullie dan open zijn. Goed, kijkers. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot maandag dan weer, jongens. Mazzel!